Oh, ik ben heel erg blij dat jullie met zoveel zijn gekomen nog. En ook mijn familie en vrienden die ik al zo lang niet heb gezien. Dus dat is natuurlijk best wel emotioneel. En ik ben er hartstikke blij mee. Maar ja, jullie zijn natuurlijk ook voor mijn expositie. En ik ben ongelooflijk blij dat ik de kans heb gekregen om hier te mogen exposeren. In dit mooie gebouw met zijn 700 jaar oude muren. Dat is toch wel heel erg bijzonder. En ik vind dat mijn werk persoonlijk heel mooi uitkomt hier. Ja, ik ben er erg blij mee. Wat zou ik nou meer zeggen? Ik ben weer terug in Kampen. Ja. Ja. En ik heb speciaal nog een schilderij gemaakt van Kampen. Want ik had ook zoiets van, ja, daar had ik gewoon heel veel behoefte aan om er iets moois van te maken. Dat hangt hiernaast. En dat is dan een, ik had gedacht een kampenaar. En een kampersje, hoe zeg je dat? Een kampersvrouw en een man. En daar had ik zoiets van, nou ja, dan moeten natuurlijk de masten op. Dus ik heb een soort collage schilderij gemaakt, dan zie je de masten. Je ziet zeg maar de mooie straat, de klinkertjes, het raadhuis. En dan zie je ver weg, zie je zeg maar toch een kerk. De kerk moest er gewoon op. De toren, de nieuwe toren van Kampen. En dat mooie Jugendstilhuis. Dus ik had echt een beetje die hoek uitgekozen. Hedy Ploegstra vertrok in 1996 uit Kampen, te voet naar Santiago de Compostela. Onderweg ontmoette zij een Spaanse man met wie zij direct een klik had. Zij vestigde zich in Spanje. Haar werk is heel divers. Zij maakt onder andere foto's van foto's, die op den duur een zeer verrassend effect opleveren. Het experimenteren daarmee heeft een zeer uitzonderlijk werk opgeleverd. Van een echt paar voeten tot versteende voeten en voeten onder water. Water is een terugkerend thema in haar werk, net zoals beweging en een hang naar tijden van weleer. In haar schilderijen maakt zij gebruik van een paar kleuren, met als hoofdkleur blauw, waarin de beweging en actie goed tot hun recht komen, net zoals het vage, gelaagde verleden. In dit schilderij stond haar zoon model voor de figuur die aan het skateboarden is. De actie en spanning in dat skateboarden spat als het ware van het doek af. Op sublieme wijze weet zij deze verrichtingen uit de verf te laten komen. Ja. Nou, dat is het. Ja. Ja.